Martijn van Apple Coach hier. Wanneer je een e-mail-map kwijt bent, en je maakt gebruik van macOS Time Machine voor je backups, kun je deze map gewoon weer terughalen. We zitten hier in Mail, en je ziet bij mij een aantal mappen aan de linkerkant, en daar ga ik er nu een van verwijderen. Dus hier de map Ter informatie, met een aantal e-mails erin uit 2016. Daar klik ik op. En dan klik ik bovenin op Postbus. En dan op Verwijder Postbus. Dit is natuurlijk alleen de demonstratie om te laten zien hoe we die map weer terughalen. Bevestig het Verwijderen. En de postbus is weg. En hoe kunnen we deze map nu weer herstellen? Er zijn twee manieren, en hoewel een van de methodes simpeler is, werkt die helaas niet altijd goed. Dus we gaan het doen op een manier die iets ingewikkelder is, maar wel werkt. Open de Finder. Klik hier op het menu Ga. En houd nu de knop Option of Alt ingedrukt op je toetsenbord. Je ziet de optie Bibliotheek verschijnen. Klik daarop. En laat Alt weer los. Ga naar de map Mail. En dan zie je één of meerdere mappen met V en dan een getal. Dus hier bijvoorbeeld V7. Nou, dus het is handig als we alle mappen tegelijk kunnen zien. Dus ik klik op weergave en dan op lijst. En je zult bijna altijd de map met het hoogste nummer moeten hebben, maar kijk eventueel naar de bewerkingsdatum. De juiste map zou ook degene zijn die het meest recent bewerkt is. Openen we die map. Dan zien we daarin ook weer allerlei mappen, maar ze hebben niet echt logische namen. Het geeft niet, want we gaan niet echt kijken naar die namen. Wat we wel doen, is al die mappen uitklappen. Het comment ingedrukt op je toetsenbord en druk op A. Houd het comment nog steeds ingedrukt en druk nu op het pijltje naar rechts. En nu laat je comment los. Alle mappen worden dan uitgeklapt en hier zie je dus al mijn e-mailmappen zoals ze nu zijn. Dus zonder die map die we net verwijderd hebben. Met dit voor ons gaan we time machine activeren. Klik bovenin in de menubalk op het time machine icoon. En vervolgens op activeer Time Machine. Het openen van Time Machine kan even duren, maar uiteindelijk zal het verschijnen. En dan ga je met het pijltje hier rechts. Terug in de tijd. En dan eigenlijk net zo lang totdat je de map gevonden hebt. Dus ik heb de map hier nu staan. En als je weet dat je erg ver terug moet in de tijd, dan kun je ook die datum daar aan de rechterkant gebruiken. Elke keer dat je een stap terug gaat, kijk je of je de verwijderde map in de lijst ziet staan. En we vinden de map hier gelijk al, want hij zit gewoon in de laatste reservekopie. En nu is het even goed opletten. Klik met de rechtermuisknop op de map, en klik nu op de optie Zet ter informatie.mbox terug op. En bij jou zal er natuurlijk de naam van jouw map staan. Klikken we op. En we komen weer terug hier. Selecteer hier het bureaublad en kies. Dan doen we de Finder even aan de kant en dan gaan we weer naar mail toe. Hier selecteer je archief en dan importeer je postbussen. Dan gaan we willen gegevens importeren vanuit Apple Mail. Ga door. We gaan weer naar het bureaublad. En daar selecteren we het bestand van zojuist. Kies. En dan zie je nog wat er allemaal teruggezet wordt: allerlei e-mails eigenlijk gewoon. En nog een keer ga door. Dat importeren kan natuurlijk ook weer een tijdje duren, afhankelijk van hoeveel e-mails het zijn. En dan gereed. En nu verschijnt aan de linkerkant een nieuwe map met de naam geïmporteerd. En dan vinden we het mapje ter informatie met al die e-mails erin. Nou, nu kan het zijn dat er in dat mapje weer allemaal mappen zitten met een beetje gekke namen, en dat je e-mails eigenlijk pas in die onderste map daarvan zitten. Dat is misschien een tikje raar, maar het betekent in ieder geval dat je, je e-mail terug hebt, en dat is waarschijnlijk het belangrijkste.